Goedenavond Wendy, je bent regerende Miss Wellness Beauty 2016. Hoe is dat meegevallen dit jaar? Het was voor mij een super jaar, we hebben heel veel leuke dingen gedaan. Het was een heel ervaring, heel veel nieuwe mensen leren kennen, heel veel leuke feestjes gedaan, events bijgewoond, het was echt wel de moeite. Kan je daar eens een paar voorbeelden van geven? Bijvoorbeeld, na de verkiezing heb ik de luxe gehad om mee op reis te mogen gaan met Rudy Maanhout voor de EMR-kalender 2017. En hoe kwam dat? Dat was eigenlijk een extra prijs die Rudy had toegevoegd, omdat EMR 10 jaar bestond. Gaf hij een reis weg aan een van de finalisten die gekozen werd. En die mocht dan meegaan naar Turkije voor 8 dagen op holpension in Bodrum. In een 5-sterrenhotel met fotoshoots erbij, waar natuurlijk op dit jaar ook de kalender van uitkomt. Of uitgekomen is. Je bent daar wel serieus in de watjes gelegd eigenlijk. Ik ben helemaal verwend geweest. Zijn er nog zo dingen die je bijgebleven zijn? Er zijn zeker heel veel dingen bijgebleven. We zijn naar Mr. Gay-verkiezing mogen gaan. Glamour International hebben we bijgewoond. We zijn naar Excentriek gegaan. We hebben echt heel veel leuke events gedaan. Nu, voor de kandidaten die meedoen, of de finalisten die meedoen, die zitten eigenlijk allemaal in de wellness of in de beauty sector. In welke sector zit jij juist? Of welk segment zit jij eigenlijk juist? Ik ben eigenlijk heel uitgebreid. Ik ben afgestudeerd als hairstyliste grimeur. Ik ben gespecialiseerd in visagie. Maar ik heb ook mijn eigen kapsalon erbij. Dus ik ben ook een hairstyliste. En ik heb dan schoonheidsspecialisten nog bijgestudeerd. Ik werk al bijna 10 jaar voor Issy Parixel als co-gerante en make-up artist. En ik heb sinds 15 jaar mijn eigen salon, mijn kapsalon. Nu dat jij eigenlijk Miss Wellness Beauty bent, heeft dat invloed op je zaken gehad? Voor mij heeft het wel wat invloed gehad. De mensen zijn ze hebben minder wat schuw om te komen. Ze hebben zoiets van, je bent een bekend gezicht. Je hebt dan zoiets van, kom. Leuk. Dus ik heb er wel klanten mee gewonnen, ja. We hebben hier net op de persvoorstelling de 22 of 20 meisjes gezien. 2 waren er niet bij vandaag. Wat vond je van die meisjes? Ze zijn allemaal op een top. En ik ga heel nieuwsgierig zijn wie gaat winnen. Want het gaat echt een verrassing worden. Wat is belangrijk voor die meisjes om mee te geven? Wat heel belangrijk is, vooral blijf jezelf. Geniet ervan, want het is zo voorbij. En maak het gewoon plezierig. Want het is gewoon één groot feest eigenlijk. Het is echt plezier. Ja, veel plezier hebben. Wanneer is dan de finale gepland voor Miss Wellness Beauty? De finale voor Miss Wellness Beauty 2017 zal doorgaan op 23 april. Okay, prima, we wensen jou nog verder veel succes. En de meisjes natuurlijk ook. Hè. Dank u wel. En heel veel succes aan iedereen.